denk dat het huidige onderwijs, of het, eigenlijk het onderwijs van de toekomst, moet gaan over hoe we kinderen zo goed mogelijk leren omgaan met de snelle veranderingen die steeds sneller gaan in de samenleving. En het gaat niet meer alleen om kennis, daar heb je zeker wat aan, maar we weten natuurlijk niet over 30 jaar welke kennis belangrijk is en wat je, ja, wat je nodig hebt dan. We hebben hele, vanaf het begin vond ik heel belangrijk, een soort principiële discussie gehad over wat wil je die kinderen nou eigenlijk meegeven en waarom. Want voor je het weet ga je natuurlijk automatisch hetzelfde doen als dat je zelf op de lagere school hebt gehad. En om even die stap terug te doen, te denken van ja, maar waar leiden we ze toe op? In welke maatschappij plaatsen we ze dan? En vinden we dat eigenlijk wel een goede maatschappij? Wat vinden we er allemaal van? Een hele belangrijke vraag. En ik vind het belangrijk om naast kennis ook veel aandacht te besteden aan persoonlijke vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, leer omgaan met stress, wees lief voor de wereld om je heen. En dat komt bij Spring erg goed naar voren. En wij krijgen heel erg de ruimte om onze eigen visie daarin te ontwikkelen. Ik had een gesprek met Jochem, een van de oprichters van Spring. En wat ik zo ontzettend fijn vond voelen, was dat hij mij onmiddellijk erkende in wat ik daarvoor al had gedaan. En we hebben elke twee weken een atelier waarin we samenkomen en elkaar ontmoeten en ook van elkaar leren. Heel traditioneel, klassikaal geschiedenisonderwijs is dit niet. Nee, want dan is het eigenlijk van dit is de kennis en leer het maar en de volgende keer gaan we weer verder. Als jij dus al met je eigen agenda, dit is het alleen maar, dan blijf je lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja. En je moet daar natuurlijk wel met elkaar het gesprek en ook neem ook zeker die leerling mee van wat is voor jou helpend. Ja. Dus historisch is eigenlijk een term voor de methode. Ja, dat is heel didactisch. Het is eigenlijk een didactische aanpak. Dus dat je kinderen ook meeneemt in dat ze, nou wat ik hier zeg, dat ze zelf eens even een soort van historicus mogen zijn. Ja, uiteindelijk moeten wij natuurlijk gewoon wel een vaststaand programma volgen, een aantal vaststaande vakken. Maar binnen die vakken krijgen wij wel echt de vrijheid om dingen daarin te kiezen die wij heel interessant vinden. De docenten helpen ons daar erg goed bij. Ik voel me heel vrij om dingen vorm te geven op mijn eigen manier. Dus ik kan een verslag schrijven, maar ik kan ook een podcast maken. En ik kan ook een filmpje maken of... Ik heb voor een bepaalde leeruitkomst een klein stukje muziek gecomponeerd. Nou, dat kan allemaal als het maar aantoont wat ik kan of wat ik weet over een onderwerp. Nou, ik zou willen dat ik zelf zo onderwijs had gehad zoals ik nu zelf onderwijs krijg als student. Of aangeboden krijg. Dus passend tot en met, zou ik willen zeggen.